Den Haag Centraal van 10 uur 14. Recht van spoor 19A. Stap er maar in hoor. Altijd de deuren hoor, zijn we? Het is gezellig hoor. Ja, maar Hij is zelf. Het is gewoon een trein, toch? Zeker. Hij rijdt wel echt super op tijd. Het is wel een trein waar mensen vrijwillig gaan staan. Ja, klopt. Ja, ja, dat is een goede plek. De society gaan. Hoe voelt dat, jongens? Ze zijn er niet zo van. Daar sta je dan. De heer Bukke die gaat hier deze rits, die zit in het midden, gaat hij openmaken. En dan mevrouw Luiten en de heer Lindmeijer, die zullen dan aan het koordje trekken en heel rustig gaat het geheel op. Zo, ik zeg wat natuurlijk voor de politie. Bent u er klaar voor? Ja, zeker. Nee, dat mag ik. Nou, dan gaan we even voor de eerste posities. Dus mevrouw Luiten, als u dan hier zou willen staan. Zeker. En meneer Buk, als u dan vast hier
Zo, even een touwtje voelen, even kijken hoe dat gaat. Ja, het touwtje hoeft. Ja, nou, wacht u nog even. Ja, helemaal goed. Het gaat soepel volgens mij. Ja, hij is geolied hoor. Rits. Ja, dus eigenlijk vanaf hier rits is het zeg maar het idee. Misschien wel leuk, dames en heren, als u even mee aftelt, we echt zo'n moment krijgen dat de heer Buk weet dat dit is het moment om de rits naar beneden te laten zakken. Dat klinkt heel even. Dat is helemaal voor je. Gaan. Gewoon 3, 2, 1 en gaan. Laten we dat zo doen. Bent u er ook klaar voor? Helemaal goed, daar gaat ie. 3, 2, 1, go! Het gaat heel soepel. Ja! Nou, dat is echt heel soepel gegaan, fantastisch. Misschien nog eventjes een fotootje dat u bij de, met z'n drieën bij de opening staat. Dat is ook leuk voor de mensen thuis. Met de trap? Ja, niet te ver naar achter. Ook trots ook, dat is echt prachtig. Ja, terecht. Het is een prachtig station. Ja, ik denk dat we het wel hebben. En dan kunnen we nu naar de groepsfoto. Dat is helemaal, maar helemaal een plaatje. Thank you.
wat merkt de reiziger nou concreet van spoorverdubbeling of zo'n keerspoor? Wat, echt, als je het echt concreet maakt, wat? Nou, het is natuurlijk fantastisch als het spoor verdubbeld wordt. Wij zouden natuurlijk graag de frequentie ook op dit station naar 4 keer per uur brengen. Mm-hmm. Dat is op dit moment ontzettend lastig. Niet per se helemaal onmogelijk, maar wel heel lastig. Zonder die spoorverdubbeling? Zonder die spoorverdubbeling, omdat het al ontzettend druk is op dit traject. Op het moment dat de spoorverdubbeling er is, kun je de frequentie verhogen. In elk geval naar 4 keer per uur. Maar zelfs hebben wij de ambitie om het naar 6 keer per uur te brengen. En dat kun je dan op een robuuste en goede manier aanbieden aan je reizigers. En aan de andere kant komt echt een groot winkelcentrum met allerlei voorzieningen, met cultuur, winkels en noem maar op. Waardoor echt het Leidseincentrum ook een kloppend hart, een kloppend eigen hart heeft. Waar je ook omgekeerd vanuit de stad zo bent. Dus als hier straks, ik noem wel wat grote voorstellingen zijn, dan is het ook voor mensen vanuit de stad heel erg makkelijk binnen 4 minuten te bereiken. Dit wordt een kloppend hart van Leidse Rijn. Een impuls voor de stad en voor de regio.
oude weg voorbij Daphne, daar kwijt is er niks van.